bed is, begin al gewoon te worden als je opstaat. Jack it up. Ik ga nu vertrekken. Welkom op mijn vlog van, ik weet weer al niet, van hoeveelste. Dat is altijd als ik 's morgens opstaat. Vandaag is het een 7 november, maandag 7 november. Doe zeker al een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op mijn channel. Kom mee naar de koto. Ik ga nu vertrekken naar mijn werk. Doe dus nu nog alleen nog mijn schoenen aan doen en dan kan ik vertrekken. Het is donker nog, hè. Dus nu moet ik even heel stil zijn. Want mijn papa ligt nog te slapen. Hier op deze gang. Hupsa, die. Licht aan doen is niet zo erg. Het valt nog mee. Ik dacht dat het kouder ging zijn buiten, maar het valt nog mee. Brrr. Voilà, hier staat mijn moeilijke. En ja, mijn portefeuille ligt daarin. Niet zo goed, denk ik. Niet zo goed. Allee, kan je vertrekken? Ik ga nog even een winkeltje binnen om mijn levensproducten weer al te kopen. Ja, ik weet het, sigaretten, het is ongezond. Maar als ik er één keer zit aan begonnen, dan krijg ik het er echt heel moeilijk ervan af. Dus, kom maar alsjeblieft maar mee in het winkeltje. Mijn leven is goed bemiddelen. Hallo, een L&M van 10 euro. Door de
Voilà, ça. Ja, daar. Voilà, dat is dan ook weer gebeurd. En nu op naar Bewel, of anders ben ik nog zelfs nog te laat. En dat willen we dus ook weer al niet. Mijn punten. Ah ja, voor de lampaard is het weekend. Jullie hangen er nog altijd over. Dus ik ga dus naar CU-lamp. Die van 4 dagen. Dus dat wordt dan zondags, s'morgens, voordat ik naar Bewel ga. Bewel zeg ik dan. Dan zit ik in s morgens vroeg al ga voor mijn materiaal eraf te zetten en dan word ik daar opgepikt. Maar ja, nu ook al nog wel donkerder en donkerder worden, dat ziet je. Dus ik ga nu overstappen in de volgende autoke. En daarmee ga ik dus naar Sint Joris in Jeuk. Dat was heel leuk om voor naar huis te gaan. Villa! Oh ja, yeah, dat is toch zo leuk. Ja. Een probleem is, het is maar een paar honderd meters en ik moet hasselen en het duurt hier zo lang. Hè. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ach ja. Maar dan weten jullie ook wel dat ik terug ben van het werk en dat er heel weinig gaat. Oh, ik heb nu heel lekker gegeten en ja. Oh. En ik heb ook de juiste afwas gedaan. Dat moet ook gebeuren als je gegeten hebt. Voilà. Mijn kabas. Mijn kabas. Mijn jas. Wat? Mijn mama zat zo te kijken tegen wie is hij nu weer al bezig. Ja, tegen de camera. Oei, ik ben nog iets vergeten. Ik moet dat rek halen. Kom maar mee. Drank. Drank. Voilà. Nu, dat nog open doen. Nee, altijd eerst met deze gele goed schudden. Ik heb daar een heel slim trucje voor. Dus zodat als je cola of hebt, of Fanta, of Sprite, of dergelijke, en je schudt er goed mee. En als je die dan open doet, ja, dan spuit dat. Nee, je moet dat dus dan zo doen. En dan, heel langzaam, naar boven doen. Voilà. En nu kun je dat open doen. Zonder dat het eruit komt. Voilà. School. First person, joink, Fanta op first person. Hand open. Nu de deur. Ja, ik wil weer al grappig doen. Vlogs, hè. Ik weet niet waarom dat telkens een keer uitvalt, maar ik moet oppassen. Ja, ze hebben die dame nu pas weggebracht. Dat is ook wel redelijk lang. Een half uurtje. Een half uurtje heeft daar de ambulance aan gestaan. Dat is redelijk lang. Ja. Dus ik moet mijn auto opnieuw gaan verplaatsen. Dan zal ik weer al door die regen gaan. Voilà, hier ben ik weer met mijn auto. Nee, ik ga niet weg. Ik ga die gewoon op een kleinere plaatsje zetten. Nee, we hebben niet nodig. Voilà. Ik heb mijn auto verplaatst, dan moet ik gewoon mooi gewoon achteruit rijden. Nee. Dat is ook gebeurd. We gaan niet recht, maar ja, kom. Zoals je van ziet. En nu naar boven toe, want ik wou nog iets laten zien aan jullie.
Ah, het is koud buiten. Opstaat er hier. Mijn broek nog wel omhoog trekken. Kamer, gang ligt uit. Dan, wat ik wou ook nog laten zien, wat ik wou ook nog doen. Dus mijn fanta is al gearriveerd. Dus dat daar, even opruimen. En ja, je kunt dit nog altijd winnen. En sorry, ik laat de merknaam niet zien van het toetsenbord. Dit is het toetsenbord. Dus hier achterin staat de merknaam. Voilà. Jullie kunnen dat op pauzeren. Dus dan kunnen jullie sowieso normaal gezien nu de merknaam zien. Oké. Dus je kunt die game winnen. Een iTunes kaart of een Play Store kaart van te waarde van 25 euro. En 3 Steam games. Dat is toch wel mooi, hè? En dat is allemaal in een prijspakketje te waarde van 100 euro. Wat moet je daarvoor doen? Ik ga het nog eens even opnoemen. Hoe noemt de toetsenbordnaam waar ik op Freakonmatic 18.1 heb gewonnen in september? Dat is nu al even geleden. Tweede vraag. Hoeveel gaming evenementen, dus naast LAN-parties, heb ik al gedaan in mijn leven? Schat tussen de 350 en de 500. Ik moet dan denken dat ik het getal niet te laag zet. Dus tussen de 350 en de 500, daar moet je in schatten. En dan nog een schiftingsvraag. Hoeveel juiste en foutieve antwoorden ga ik binnenkrijgen? Dus hoeveel mensen gaan er effectief meedoen? Hoe kunt je winnen? Dus ik kijk naar die eerste twee vragen. Dus bijvoorbeeld, hoeveel lampartes heb ik gedaan? Dan kijk ik wie daar het kosten bij is. Zijn het er 2 of 3 die dezelfde getal hebben? Ja, daarom is ook die shiftingsvraag. Dus hoeveel mensen dat eraan mee gaan doen, daarom. En dan ja, van die toetsenbord, ja, dat is opzoekingswerk. Hè? Dus www.fregomatic of www.fom.be. Daar kun je sowieso ook nog de prijzen zien van wat er je kon winnen of Freakonmatic 18.1. Er is ook vraag geweest, gaat je naar Freakonmatic 19.0? 19.0. Zal ik er naartoe gaan, ja of nee? Ja, VTM, ik weet het. Dat nog even is, oké. Okay. Maar, nu ga ik dat even daar opruimen. Goed? Mijn tafken is wat opgeruimd nu, maar nog niet 100%. Ik ga nu proberen te connecteren naar mijn wifi. Dus daar. Psycho. Oei, ik moet mijn paswoord ingeven. Dat mogen jullie allemaal zien. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Want het paswoord wordt toch om de 3 maanden. Veranderd. En dan gebeurt er niks. Ja, het staat toch allemaal goed. En dan verbinden.
dat is dus hatelijk aan tablets. Wat doen we dan? Uitschakelen, klikken en dan op oké. Yoink. Goodbye. Voilà, nu staat hem uit. En nu in één keer terug aan. Ja, ik heb dus een Acer tablet. Al, ik denk nu 3-4 jaar. En ik ben er nog altijd content mee. En alleen één grote minpunt, dat ga ik jullie dus nu laten zien. Dus jullie merken het al. Het opstarten duurt lang. Het opstarten duurt zeer lang. Je ziet mij ook zo aan het spiegelbeeld. Hey. Hallo. Momenteel beweegt de logo nog altijd niet. Duurt toch echt, maar ook echt zeer lang. En ja, eindelijk is de logo aan het bewegen nu. Dat ziet je. Dan hebben ze hem eindelijk bijna opgestart. Kan nu nog altijd niks doen. Dus dan ziet je wel 2-3 minuten dat ik echt moet geduld hebben. Zolang nu ook wel niet. Ik denk toch een goede 2 minuten toch wel. Voordat hem toch goed is opgestart. Is het niet? Ja. Nee, hier is niemand anders op de kamer. Alleen ik. Ik spreek soms zelf tegen mijn eigen. Ik weet ook niet waarom. Allee man. Zie, dat is nog altijd aan het dom aan het starten, hè. Ik heb nog geen... Ik wou zeggen, ik heb nog geen getrouw gevoeld, maar nu net weer al wel. En eindelijk is hem nu opgestart. Wat heb ik daar allemaal op staan? Ik zal eens even eens overlopen. Digital, 7 Digital Music. AD Docs. Ja, dat is alles wat hier al op tablet stond. Dan ben ik iets aan het zoeken. Hier. Airport Tycoon. Alco Factory. En die stonden er ook allemaal op. Dan hebben we nog Boom Beach. Dan hebben we Facebook. Ja, die moet ik ook nog apart installeren. Dan hebben we Firefox. En dan Fishing Clicker. En dan Game of the Month. Of the Game of Monsters. Sorry. dan een shopje. Hier, als ik interviews ga afleggen of zo. En ik pak mijn tablet mee. En er moet ook nog van alles getypt worden in mijn vlog of zo. Dan heb ik dit nu ook al. Dat is een geluidsrecorder. Geocoaching. Dat wil ik ook nog eens. Dat wil ik eens gaan doen. Samen met iemand. Dan Go Map. Dat van Pokémon. Maar die werkt niet meer. Go Maps Live. Dat is ook van Pokémon. Werkt ook niet meer. Dus die twee moet ik eigenlijk al verwijderen. Dan hebben we nog Cold Miner. Volgende pagina. Dan hebben we hier Gouverneur of Poker 3. Van boven. Dan hebben we nog een GPS Resetter. GPS Status. Harbor Tycoon. Speel ik ook heel veel. Ludo Party. PBA Bowling. Ons. Ja, dus dat is een bowlingspel. Petroleum Tycoon. Pokémesh. Maar Pokémesh werkt nog maar half. Dan Pokémon Go. Ja, iedereen kent dat wel. Pokémon TV. Dus daar kun je alle afleveringen van Pokémon terug op vinden. Power of Coin. Ken je dat vroeger voor de Ashtonnetjes zo in te steken in Luna Parken? Wel, dat is zo'n game.
Dan hebben we nog Springfield, maar vroeger noemde dat The Simpsons Tap It Out. Dan hebben we hier ook nog Steam, dus als ik Steam Friends nodig heb, of ik wil chatten met iemand van mijn Steam vrienden, dan doe ik dat ook via hier. Dan hebben we nog Stevie Free, dat is van VTM enzovoort. Ik kan niet te veel reclame maken. Tetris Blitz hebben we dan hier ook nog. Two, ja, iedereen kent Two wel. Dan hebben we nog VNC, VTM, VTM News. En dat is het. Voilà, daar waren mijn games en mijn programma's waar ik al extra heb geïnstalleerd al op mijn tablet. Zijn jullie daar ook al mee op de hoogte? Binnenkort ga ik u ook een lijstje laten zien van, zeg het. Van mijn Steam games. Ik ben nu Messenger aan het zoeken. Ik heb hier één probleempje bij één persoon. Ik ga daar eens even op antwoorden. Ja. Voilà. Dat is beantwoord. Maar nee, kijk hè. Dus ik wil heel rustig bij Sarah iets zeggen. Maar dan krijg ik dit. Dus... ik ga nu schrijven, hoi Sarah. Hoi Sarah. En dan krijg ik dit. Zowel op mijn gsm als op mijn tablet. Ook op mijn computer, dus ik ben nu gewoon nog met haar aan het sms'en. Dat vind ik wel jammer, dus kan ik niet juist weten wanneer dat ze vrij is of niet. En dan moet ik nog iets doen, maar dan ben ik niet vergeten. Ah ja, juist. Dan ga ik nu kijken naar de buurtpolitie toe. En dan VTM nieuws. Dan het weer. En dan familie. En dan weet ik het niet meer. Ik weet sowieso dat vandaag ook nog Cardon is. De slotaflevering. Nog via deze vlog doe ik een oproep. Wie wil er met mij samen een hele leuke programma maken? Het programma zal dan heten Daten met Psycho. En dan allemaal mooie mesjes, mooie mikjes en al. Hopelijk. Nee. Moet ook niet. Ik kijk daar niet naar. Ik kijk eigenlijk naar het innerlijk. Dus het innerlijk is nog altijd iets belangrijker dan het uiterlijk. Denk daaraan, hè mensen. Het innerlijk telt het meeste. Je kunt nooit of te nooit weten het uiterlijk. Ik ga sowieso zeggen, ook van mij, mijn pluspunten zijn, ik help heel goed in het huishouden, dus ik kuis heel graag. Mijn minpunten zijn dus ja, de was en de strijk. Daar ben ik weer al heel slecht in. Dus bijvoorbeeld, ja, mijn partner moet wel kunnen strijken en kunnen wassen. Maar dan doe ik wel schoonmaken, bed opmaken, helpen de kleren in de kast leggen of wegleggen. Samen naar de tv kijken, noem maar op. Dus ik zit ook niet stil eigenlijk naar mijn wijk toe. Dus naar mijn wijk eigenlijk wil ik nog wat kuisen. Bij mijn partner. En ja, dat mijn partner ook eigenlijk content moet zijn. Dat ik ook een vlogger ben. Dus dat ik elke dag wel iets opneem van mijn leven. Dus jullie krijgen een stuk beziens in mijn leven. En daar heb ik totaal, maar ook totaal, geen probleem mee. Dat jullie zo'n klein beetje in mijn leven kunnen kijken. Maar ja, ik ga hier nu beginnen af te ronden, of anders begint deze vlog ook weer al redelijk lang te worden. Er is niet echt heel veel gebeurd. Heel veel gebeurd. Ik bedoel ook qua iets spectaculairs of zo, of wat we kunnen gaan doen. Nee.
Ik leef nu thuis. Ik kan nu naar de buurtpolitie kijken, want die is nu bezig. En dan, je weet wel, mijn programmering. Ciao!